We gaan naar Martijn de Rijk. Die was zojuist aanwezig bij de persconferentie van de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Martijn de Rijk, wat was het meest opmerkelijke wat je daar gehoord hebt? Nou, wat me vooral enorm opviel was de boosheid van de burgemeester. Die toch ook echt, ja, intens teleurgesteld was over wat er in Amsterdam gebeurd was. Ook geen goed woord over had voor de daden die verricht zijn vannacht. En ja, misschien dat je een beetje voelt wat ik bedoel als je eventjes met haar meeluistert. Yep. En nou hoop ik natuurlijk dat ik... En dat dit in Amsterdam is gebeurd, is onverdraaglijk en onverteerbaar. Vannacht zijn niet alleen mensen gewond geraakt. Onze historie, de geschiedenis van onze stad is diep beschadigd. Onze Joodse leven, onze Joodse cultuur zijn bedreigd. Nou ja, en zo hebben we echt een aantal keren ook van haar te horen gekregen dat ze zich ook daadwerkelijk schaamde voor wat er in Amsterdam gebeurd was. Dat we een heel slecht figuur hebben geslagen, internationaal als stad. En zij tilt daar bijzonder zwaar aan. Dat kun je wel voorstellen. Ja. Dat snap ik. Maar wat verwijst ze zichzelf in deze? Nou ja, dat is dan een beetje vervolgens het wat nuchterder tweede deel van zo'n verklaring. Dat de burgemeester zichzelf en ook de driehoek, natuurlijk ook het Openbaar Ministerie en de politie, zichzelf onder de loep nemen en nagaan waar het wat hun betreft misschien misgegaan is en hoe dat heeft kunnen misgaan. Nou ja, zij zeggen zelf dat ze zich uitgebreid hebben voorbereid, dat ze afgegaan zijn op berichten van het NCTV, dat is de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, en dat die aangaf, nou, wij verwachten geen... We hebben geen aanwijzingen voor aanstaande grote problemen, maar wees wel goed voorbereid. En ja, dat was duidelijk het tweede deel van de persconferentie, waarin Halsema duidelijk maakte: wij hebben ons enorm goed voorbereid. We hadden 800 man politie klaarstaan. We hadden 6 pelotons ME. Politie te paard, waterkanonnen, alles was er aanwezig. En dat het dan toch misgegaan is, dat wordt dan verklaard vanuit tactiek eigenlijk. De tactiek van een roedel, dat woord is van mij, een groepjes, kleine groepjes jonge mannen die kriskras door de stad raceten op scootertjes en overal daar waar ze konden toesloegen. En ja, voor zo'n grote, logge peloton ME, die kunnen niet overal tegelijk zijn. Dus die liepen daarmee eigenlijk achter de feiten aan. Ja, je weet zelf natuurlijk ook wel hoe lastig het is om in Amsterdam de fatbikes van het fietspad te houden of de scootertjes. Ja. Ja, die zijn gewoon ongrijpbaar. En daar kwam het uiteindelijk op neer. Ze waren gewoon een thuiswedstrijd aan het spelen. Zo moet je dat misschien zien, die relschoppers. Dit waren bezoekers uit Israël, fans van Maccabi Tel Aviv. Maar heeft het ook gevolgen voor de stad zelf, voor de veiligheid, voor mensen? Gaan de maatregelen worden genomen? Wat gaat er gebeuren? Nou, op korte termijn, dit weekend is de hele stad, daar is een noodverordening van kracht, ook in Amstelveen. Alle demonstraties zijn verboden. Gezichtsbedekkende kleding is verboden. Er is extra aandacht voor die kwetsbare plekken waar het Joodse leven in Amsterdam plaatsvindt. Natuurlijk morgen met de Sabbat. Dan kan je ervan uitgaan dat echt alles heel erg goed beveiligd is. Ja, en de burgemeester wil er ook echt alles aan doen dat Maccabi-fans, voor zover ze nog in Amsterdam zijn, hè, want ja, sommigen zullen er een extra lang weekend van gemaakt hebben, dat die gewoon veilig kunnen gaan en staan waar ze willen. En dat is echt top prioriteit nummer 1. Naast de opsporing natuurlijk, die ook voluit van gang is gegaan. Martijn de Rijk, bedankt daarvoor. En wie weet tot later, misschien in deze uitzending mocht er nog iets gebeuren, maar anders niet. Nederland anno 2024, Sebas. Ja, het is heel triest. Ik heb alle filmpjes op Twitter zien langskomen. Als je ziet hoe groot de explosie van agressie is geweest. Ik zag ze net ook weer voorbij komen. Het is echt ongelooflijk. Ja, want we hebben het nu over inzet om de orde te handhaven. Maar we moeten niet vergeten dat de politie met honderden mannen, rechercheurs... 800 politiemensen, hoor ik. Ja, nee, maar ik bedoel ook de opsporing daarna nog. Al die mensen opsporen, vervolgens aanhouden, verhoren. Als je ziet wat een werk daarin gaat zitten voor één nacht. En als we dan nog een paar van die dagen krijgen, ja, dan snap ik dat
dat ook zo'n eenheidschef, zeg maar de korpschef van Amsterdam, dat die dan niet meer weet wat hij met ze, waar die de mensen vandaan moet halen om dit tegen te gaan. Dus het. Ja, het is een probleem dat zichzelf zeg maar verergert. Alleen ja, je vraagt je wel af, had dit niet voorzien kunnen worden? Ja, dat zal ik me af te vragen. Ja. Maar blijkbaar hadden ze alles gedaan, vinden ze zelf, ja, met alle aanwijzingen die ze gekregen hadden. Maar ze werden toch nog behoorlijk verrast. En dat is best in een tijd als deze gek. Ja, maar als ik de historie kijk, we zijn heel vaak verrast de afgelopen decennia. Dus laat ik zo zeggen, het verbaast me niks. En wat Martijn net ook terecht zegt, ja, op scootertjes rondracen, ja, er gaan niet twee dienders op een scootertje achterna, want die worden natuurlijk van de scooter afgetrokken en door datzelfde roedeltje ook aangepakt. Dus de politie moet ook enigszins zichzelf kunnen beschermen. Ja.